Ja. We gaan nu de kippenren in. Hierin zitten 7 volwassen kipjes en 6 kleine kipjes. Ze kennen mij uiteraard en we kijken hoe ze reageren. Ik heb alleen geen eten. Dat is teleurstellend. Kom maar. Kom maar binnen. Film maar eventjes wat er gebeurt. Maar je moet wel even binnenkomen, dan kan ik de deur dicht doen. Anders dan lopen ze meteen naar buiten. Hij struikelt niet over de eerste kip. Dat is de knufkip. Die wil meteen geknuft worden. Dat is deze kip. Carlaatje komt altijd meteen bij je, omdat Carlaatje ongelooflijk graag opgepakt wordt en geknuffeld wil. Nou, meestal ga ik dan gewoon hierheen. Naar het stoeltje. Kom maar, kipjes. Chip, chip. Chip, chip. Chip, chip, chip. Ja, kom maar kijken. Nou, alleen valt het nu ongelooflijk tegen, want we hebben geen eten bij ons. En dat hebben ze vrij snel door. Dat lieverd. Och. Nou, als je een kipje pakt, dan geeft hij meteen een soort reactie van, wat is dit? Dat is natuurlijk een oude reflex. Maar in principe is het kipje meteen heel rustig dan daarna. Als ze gepakt worden, dan hebben ze altijd deze schrikreflex. De ene wat minder als de ander. Deze bijvoorbeeld minder. Zie je meteen het gedrag. De ene is wat relaxter erin als de ander. Hij gaat meteen zitten, maar wil eigenlijk ook wel toch naar de andere toe. Nou, dit is moeders. Moeders heeft dus 6 eitjes uitgebroed. En dat heeft ze heel goed gedaan en ze is heel waakzaam. En ze heeft de eerste 6 weken bijna niks zelf gegeten. Alles moest naar de kuikentjes toe. De kuikentjes zijn er 6 weken. Dat was hem.